Ook het beroemde verhaal van het Chanson de Roland, vertaald als Roelandslied, is omstreeks 1500 in het Nederlands gedrukt. Het gaat over de slag bij Roncevaux in de Pyreneeën, waar de achterhoede van Karels leger met de ridders Roeland en Olivier en bisschop Turpin in het jaar 778 een gevoelige nederlaag heeft geleden. De gedrukte versie heet De droefelijke strijd van Roncevalen. In dit geval gaat het echter niet om de eenvoudige overzetting van rijm naar proza, maar om de bewuste combinatie van verschillende bronnen. De belangrijkste van die bronnen is de Historia Caroli Magni et Rotolandi, een 12e eeuwse Latijnse kroniek over Karels veldtochten naar Spanje. De schrijver noemt zich bisschop Turpin, een ooggetuigenverslag van Karels Spaanse onderneming, zo'n waarheidsgetrouw alternatief voor de mooi klinkende, maar historisch onbetrouwbare ridderroman, moest wel aanspreken. De samensteller van de droefelijke strijd heeft dan ook een Nederlandse vertaling van deze proza-tekst als basis voor zijn boek gebruikt. Maar in dit proza nam hij stukken rijmtekst over uit het oude Roelandslied. Deze passages bevatten informatie die in het proza ontbreekt. Gedetailleerde gevechtsbeschrijvingen en stukken over de emotionele dood van Roeland en Olivier bijvoorbeeld. De tegenstrijdigheden die in deze gemengde tekst ontstonden, bijvoorbeeld over bisschop Turpin die in de rijmtekst sneuvelt en in het proza na afloop van de slag nog een hele kroniek schrijft, zijn handig weggewerkt. De bewerker heeft eenvoudig een andere bisschop toegevoegd. Het is opmerkelijk dat de kroniek van Turpin bij nader onderzoek helemaal niet eens een historische tekst blijkt te zijn, maar een historiografische constructie op basis van het Chanson de Roland. Daarom wordt de auteur tegenwoordig aangeduid met pseudo-Turpin. De lezers van de droefelijke strijd hadden daar natuurlijk geen boodschap aan. Zij lazen het boek vanwege de spannende avonturen en misschien ook wel om zijn historische inhoud. Het meesterwerk in het genre, Karel en de Elegast, is ook gedrukt, maar in dit geval in zijn oorspronkelijke versvorm. Wel vonden de drukkers het nodig om aan de rijmtekst een korte levensschets van Karel in proza toe te voegen. Daarmee werd het historische element in het verhaal benadrukt. Het was spannend en soms aangrijpend, maar bevatte ook lessen voor de lezer. Lessen over de geschiedenis en vooral ook voorbeelden ter navolging. In deze vorm heeft de Karel-epiek opnieuw een eeuwendurende populariteit bereikt.